Ik ben Jacob van der Borne. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Reuzel. En ik doe al het tweede jaar mee aan IOF. We hebben vandaag gekozen om te poten omdat het weer mooi is. Hè. Het mag niet regenen om te poten, maar ook omdat de grond nu bekwaam is. De bodemtemperatuur is hoog genoeg. We gaan zo meteen eerst nog de bodemscandata bekijken. Daarop een taakkaart maken voor de plantmachine. En dan kunnen we aan de slag in het land. Nou, deze bodemscan, daarmee meten we de bodemgeleidbaarheid. Of eigenlijk de accucapaciteit van de grond. Dus hoeveel zit er in die grond. En hoe groter die accu is, hoe meer er zou kunnen groeien. En daardoor planten we op die plekken dus de aardappels ook korter bij elkaar. We zijn nu in een gebied waar we 30 centimeter planten. En zo meteen rijden we een gebied in waar we 26 centimeter planten. Vroeger wel was het vaak zo dat de boer zelf in het land aan alles, aan al zijn zintuigen voelde wat hij moest doen. Hè. Ja, nu hebben we schaalgrootte. Nou, nu is dat niet meer mogelijk om dat allemaal met de hand te gaan doen. Dus we hebben technologie geïntroduceerd, sensoren geïntroduceerd. En die brengen dan automatisch die waarnemingen in kaart. En moet je nog steeds wel weten wat je moet gaan doen. Dus je moet nog steeds wel in het veld gaan kijken wat de verschillen zijn en hoe je daarop zou anticiperen. We hebben niet alleen bodemdata en bodemscans, maar we hebben ook heel veel bodemweerstations. Dus die meten de bodemtemperatuur, het bodemvocht. En deze data die stellen we ook beschikbaar voor de rest. Hè. Die staat bijvoorbeeld ook op mijn website. En daar kan eigenlijk iedereen die in dit gebied boert ook zien van oké, de bodemtemperatuur begint nu warm genoeg te zijn om te bewerken. Of ja, het is te nat of het is te droog. Eigenlijk die informatie die is voor iedereen vrij beschikbaar. Wat je er dan mee doet, is natuurlijk weer het vingerspitsengevoel. Daar moet je dan weer boer voor zijn.